stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam, naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist. En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe. Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Hé, jongens? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik wil in de winkel wat kopen. Pak de lift in plaats van te lopen. Ineens staat hij stil en hoe hard ik ook gil, pas na 6 weken doen ze hem open. Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, manier. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Luc. De hardloopster Nelly van Norden versloeg elke vrouw op de horde. Toen bleek ze een heer, want ze was op een keer als baby verwisseld geworden. Je twijfelt aan je geest wanneer je zoiets leest. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik vlieg op mijn zomeradres aan. Ineens komt daar de stewardess aan. Stap maar uit boven zee, je mag niet verder mee, want het reisbureau is op de fles, man. Ja, zeg, op die manier is vliegen geen plezier. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Allemaal! Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Stel nou voor, er breekt ergens een brand uit. In de brandweerluis steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan.